Geert, ja. In Kortrijk kan je deze herfstvakantie naar Booktopia, de opvolger van de Antwerpse boekenbeurs. Nu, volgens de kranten is deze editie heel goed begonnen, heel sfeervol. En Vincent, jij hebt voor ons een reportage gemaakt. Als liefhebber van het geschreven woord heb ik die taak gekregen en ik heb die taak ter harte genomen. Correct. Je denkt toch niet dat ik een boek kon lezen, hè? Zeg. Hey Arne. Allemaal goed? Camera. Hey, zo. Zeg, is dat voor vanavond dat jullie aan het bezig zijn? Of? Ja. Dat moet af zijn. Alles is voor vanavond. Ja. Right. Zeg, dat monteren is een beetje boring. Maar dat kan het zijn. En is dus graag dat je buiten een beetje daglicht, zou dat niet tof zijn? Of? Hey Lucas, alles goed? Ja. Zijn jij druk bezig? Of? Voor de twee. Zou jij mij met iets kleins willen helpen? Even? Voor een filmpje? Of? Nee. Puur een zwart. Nee. Hey, Harry, je bent juist toegekomen, zie ik. Hè? Ja. Heb jij misschien tijd om iets kleins te doen voor mij? Even gewoon te helpen. Voor het moment. Is al vaak gecarpooled, zou dat niet tof zijn? Maar voor de moment. Het is echt even heel druk. Hey, Birgit, alles goed? Heb jij misschien even tijd voor mij om mij iets te helpen? Of? Ah, nee, ik ben bezig, sorry. Nee? Ik ben iets aan het lezen. Ja, ik vraag het gewoon als collega uit, omdat ik heb je graag, Birgit. Wat was dat juist aan het doen? Of? Ik ben de krant aan het lezen. Krant, je zou wel. Mag ik dat een boekenworm? Een beetje wel, hè? Ja, ik moet dat gewoon lezen. Maar, zou je het leuk vinden om dus heel de dag boeken te kunnen lezen? Is dat niet tof, hè? Ja. Birgit gaat naar Booktopia! Vincent, nee. Birgit gaat dat doen! Trouwens, je mocht mij een auto pakken, dat is geen enkel probleem. Birgit, Vincent, top collega. Dank je wel. De chance dat ik terug in Antwerp moet zijn vanavond. Het is een Kortrijk! Wat? Ze noemen het zo het grote boekenfeest. Bent u ooit al eens op een feest geweest? Als ik naar een feest ga, dan doe ik wel andere dingen dan boeken lezen. Ja. We zijn hier al bijna de hele week. Dus... Om hier op de grond te komen zitten. Ja. Dat kun je thuis ook doen. Gaan jullie ook nog iets leuks doen in de herfstvakantie of enkel Booktopia? Fictieliefhebber? Ja, tof. Hier een boek over Vincent. Ik denk dat er iemand gestorven is van de saaiheid. Moet je voor de rest van die boeken betalen? Oh shit. Hebben jullie al veel mensen over de vloer gehad hier? Ja. Ah ja, daarnet dan. Zijn jullie even aan het ontspannen met een pintje? Is dat tegen de verveling? Of... Nee, dat is om te rusten. Voilà, dat was het. Dagje Booktopia. Mega zalig. Mocht ik thuis nog geen boek hebben, ik had er sowieso in gekocht. Maar alles is beter dan een hele dag op de redactie op Vincent zijn kop te moeten kijken.